Welkom bij de hulplijn voor huiselijk geweld. Bent u jonger dan 12, toets een 1. Bent u tussen de 12 en 18, toets een 2. Bent u ouder dan 18, toets een 3. Bent u slachtoffer van huiselijk geweld door één van beide ouders? Toets een 1. Bent u slachtoffer van huiselijk geweld door uw partner? Toets een 2. U bent ouder dan 18 en slachtoffer van huiselijk geweld door uw partner. U heeft nu 2 keuzemogelijkheden. Kies een 1 om in deze situatie te blijven. Kies een 2 om weg te gaan. Veel mensen klagen over de veiligheid op straat. Maar wist je dat het meeste geweld zich achter de voordeur afspeelt? Ieder huisje heeft een kruisje. Ik bedoel, overal zijn er wel problemen. En misschien wel meer en vaker dan je denkt. Ja, het klinkt bijna ongelooflijk. Maar wist je dat bijna de helft van alle mensen ooit te maken heeft gehad met huiselijk geweld? Dat is toch ernstig dat op de plek waar je het meest veilig zou moeten voelen, je thuis, je bedreigd voelt. Je zou toch zeggen dat je dan je spullen pakt en vertrekt? Ja. Het is heel erg liefde op het eerste gezicht, voor mij kan dan, althans. Ik vond hem heel erg leuk. Hij was eigenlijk in mijn opzicht wat ik eigenlijk zocht, een liefaardige man. En zo kwam hij eigenlijk op me over. Het huwelijk was wel snel gegaan omdat ik over het oren was, over mijn oren verliefd op me was. En mijn ouders waren net van die oude stempel van als je net iemand leert kennen, is het niet goed dat je de hele tijd met hem op stap bent, dus je moet ook gaan trouwen. Want als je met een jongen uitgaat en je loopt volgende dag met een andere jongen, dan waren ze bang dat familie zou gaan rottelen. Dus vandaar dat ik heel snel met hem getrouwd. Wat verstaan jullie eigenlijk onder huiselijk geweld? Huiselijk geweld? Ik weet niet, dat je ouders misschien alleen slaan, hevige ruzies of zo, denk ik. Ja, ik zou het niet weten, ik heb het nooit meegemaakt, maar ik denk dat het meer te maken heeft met mishandelen van vrouwen en kinderen door een man. Ja, dat er in het huis echt wordt gevochten, geslagen, met dingen naar elkaar gegooid, voorwerpen. Je hoort schelden en commanderen of nare dingen zeggen, is dat dan ook huiselijk geweld? Het kan een vorm zijn van huiselijk geweld, maar ja, commanderen, ouders commanderen, kinderen ook. Dus het hoeft niet per se een huiselijk geweld te zijn. Het is niet alleen slaan, het gaat ook om mensen kleineren. Of zich gewoon heel erg onprettig laten voelen in een huishouden. Niet gewenst. Het is tijd voor de eerste stelling. Schelden, negeren, commanderen en bekritiseren behoren niet tot huiselijk geweld. Ongeveer 1/3 van de jongeren is het hiermee eens. Als je kijkt naar de hulpverleningsinstanties, die richten zich voor 99% op seksueel geweld en op fysiek geweld. Wat ik eigenlijk mis bij deze instanties als kritiekpunt, is dat ze weinig oog hebben voor het geestelijk geweld. Want geestelijk geweld, daarmee bedoel ik verbaal geweld, daarmee bedoel ik het schreeuwen van die Hindoestaanse man, als hij tegen zijn dochter praat van ga een bier halen voor me uit de koelkast. Of tegen zijn vrouw zegt, heb je nog niet gekookt? Ik bedoel, dat is communicatie. Dat zijn een van de dingen die mede oorzaak zijn natuurlijk. Van die dochter die wil niet zo aangesproken worden. Maar die man heeft het, ja, misschien realiseert hij zichzelf niet dat hij op deze manier met een modern Hindoestaans meisje, wat zijn dochter is, niet kan praten. Deze uitzending gaat over huiselijk geweld. Maar wat is dat nou eigenlijk precies? Huiselijk geweld kan je onderverdelen in 3 soorten. Namelijk lichamelijk geweld, zoals slaan, schoppen, spugen en van de trap afgooien. Geestelijk geweld,
zoals kleineren, onderdrukken en beledigen. En seksueel geweld. Hieronder wordt verstaan dat je seks hebt tegen je wil. In deze chatney gaat het over lichamelijk en geestelijk geweld. Let op! Een tik voor je vingers hoeft geen huiselijk geweld te zijn. Maar waar ligt dan die grens? Wanneer is iets wel huiselijk geweld? Nou, daar zijn een aantal richtlijnen voor. Namelijk, als het lichamelijk letsel veroorzaakt. Of als het noemenswaardige gevolgen heeft. Zoals bijvoorbeeld eetproblemen of angstgevoelens. Of als het geweld langer dan 1 jaar duurt. Als het aan 1 van deze voorwaarden voldoet, dan spreek je van huiselijk geweld. Geweldloosheid is het hoogste levensprincipe. Dit is een uitspraak uit de Bhagavad Gita en tevens de levensfilosofie van Gandhi. En wat hij ook deed, hij verloor nooit dit principe uit het oog. Marsha Rosenberg, een psychiater uit Amerika, past dit principe toe in communicatie. Hij heeft hiervoor een methode bedacht die hij geweldloze communicatie noemt. Vaak hebben we niet door dat we heel agressief met elkaar communiceren. We zeggen onnodig dingen tegen elkaar die oordelend en beschuldigend zijn. En realiseren ons niet dat dit al geweld is. Geweldloze communicatie leert je daadwerkelijk luisteren naar wat mensen bedoelen, in plaats van je eigen interpretatie te maken. Om het gedachtegoed tastbaar te maken, is er het model ontwikkeld door Rosenberg. Dat bestaat uit 5 elementen. En het eerste element is de waarneming. Alles wat je met je zintuigen hoort, ziet, proeft, ruikt of voelt, tast. En het gevaar daarvan is dat je dat vermengt met een interpretatie of een analyse. De deur is dichtgegaan, de ander heeft de kamer verlaten en het met meer geluid gepaard gaat dan je gewend bent. Valkuil, je gaat interpreteren. Jeetje, hij is boos zeg en hij is alweer boos en het is de zoveelste keer deze week en komt het eigenlijk nog wel goed? Elke waarneming stimuleert een gevoel en het gevaar schuilt erin dat je iets wat je interpreteert benoemt als een gevoel. Dus ik voel me verlaten, hè? Iemand die net de kamer is uitgegaan, dat je zegt ik voel me verlaten, terwijl wat je voelt is angst. Bang dat die ander je misschien verlaten heeft. En je bent ook geschrokken en je bent verdrietig en je voelt je onzeker en je twijfelt. En de valkuil is dat je interpretaties ook maakt, quasi-gevoelens. Zoals, heeft hij me nou verlaten en word ik nu bedreigd straks? Door je bewust te zijn van die gevoelens, je ervaart wat je nodig hebt, dat zijn de behoeften. En dat is bijvoorbeeld in dit geval zekerheid dat die ander niet boos is en niet verlaten heeft. Als je herinnert dat de deur dicht ging met een klap, wil je dat checken. En de valkuil is dat je denkt, oh ik wil dat hij niet zo boos is, dus ik ga maar extra lief doen als hij straks weer terugkomt. En nu heb je een keuze en je kiest voor vragen of hij echt boos is. Als je weet wat je nodig hebt, dan ga je over tot actie. En in dit geval zou dat bijvoorbeeld zijn dat je bij de ander vraagt of hij inderdaad boos was. Of niet, zodat je zeker weet dat hij niet boos is. Je hebt besloten om de ander te vragen, was je boos toen je daarnet de deur uitliep? Valkuil, dat je zegt, ja, maar wat hij ook zegt, ik geloof hem niet. En ik zal hem wel eens leren hoe dat is om met deuren te gooien. Dit is een model wat je niet met een sleuteltje aan kan steken en dan werkt het. Wat je nodig hebt is nieuwsgierigheid voor de ander en genegenheid om de ander te laten zijn zoals die is. En ook vooral jezelf te laten zijn zoals het is. En dat is wat we mededogen noemen. En in dit geval zou het dus zijn dat je toestaat aan jezelf dat je bang bent dat die ander boos is. En dat als die ander boos is, dat oké is voor je. Dat je die ander boos laat zijn. En dat je vraagt van, joh, wat heeft je nou precies boos gemaakt? Mededogen wil zeggen dat je belangstelling hebt voor wat er bij die ander gebeurt. En dat brengt je vanzelf tot een vraag. Was je boos daarnet? En dat helpt je om conflicten te voorkomen. Na mijn huwelijk
Ja, begon een paar dingen te zeggen wat me echt pijn deed, kwetste. Bijvoorbeeld dat ik dik was of dat ik lelijk was. En toen dacht ik van waarom ben je ook al met me getrouwd als ik zoiets ben dan voor je. Wat ik van hem hoorde dan is dat zijn vader zijn moeder sloeg. En dus dat was vrij normaal voor hun dan, dat je gewoon een vrouw moest slaan. Terwijl ik was opgevoed van een vrouw hoor je niet aan te raken. Kwaadheid uit frustratie dacht ik dat hij me een klap had gegeven. Ik dacht dat het gewoon kon ophouden, dat het gewoon maar één keer was en dat hij me niet meer zou slaan. En als hij had geslagen, had hij wel ineens berouw, heel veel spijt van dat hij me sloeg. En dan probeerde hij gewoon goed te praten of goed te maken. Omdat ik, weer goed voelde. Uit onderzoek blijkt dat er ongeveer 60-70% van de kinderen die geweld thuis zien en meemaken, dat ze datzelfde ook doen in het huwelijk. Wat ik ook in de praktijk heb meegemaakt, hè, hier in de Bijlmer, dat bij een traditionele Hindoestaanse vader, dat hij een soort van bevelcultuur binnen het gezin op nahield. Hij vertelde wat er moet gebeuren en de rest volgde. Wat zie je? Een van de kinderen die ik ook heel goed ken, die deed ook alles na wat zijn vader zei. Hij imiteerde zijn vader, hij nam die hele bevelcultuur nam hij over. Ook toen hij trouwde, die vrouw die pikte dat niet. Toen zijn ze bij mij gekomen en ik heb hem laten zien, er ging toen een rood lichtje bij hem branden, van waarmee je bezig bent, is gewoon je vader nadoen. Je imiteert je vader. Ik zeg, en jouw vrouw gaat dat niet, je moet veranderen, want anders gaat het mis in jouw huwelijk. Is het een beetje normaal dat, dat slaan bij de opvoeding hoort? Nee, ben ik echt tegen. Ik ben ook geslagen door mijn ouders, maar niet als geweld of zo. Gewoon omdat ze me op dat moment wat wouden bijbrengen van nou, dit mag je gewoon niet doen en dat is gewoon een effectieve manier om dat te leren voor een kind. Nee, slaan aan kinderen hoort echt niet bij de opvoeding, vind ik. Want je kan liever met je kind rustig praten dan dat kind gaan slaan. Nou, zolang ze er niet op losslaan of zo, weet je wel, dan vind ik het niet echt geweld. Het is in de Hindoestaanse cultuur heel normaal dat je af en toe gewoon, als je niet gehoorzaam bent, dat je een pak slaag krijgt. Het is een makkelijke oplossing, maar je moet er gewoon wel wat tegen doen als kind zijnde, want het is niet normaal. De volgende stelling luidt: schreeuwen en slaan zijn geaccepteerde middelen binnen de Hindoestaanse gemeenschap om kinderen in hun gedrag te sturen. Je zou het niet verwachten, maar 40% van de jongeren is het hiermee eens. Degene die een ander geweld aandoet, is een grote zondaar. Maar degene die zichzelf structureel gewelddadig laat behandelen, is een nog grotere zondaar. Een quote uit de Bhagavad Gita. Ja, maar dat kan je toch niet zo makkelijk zeggen? Ik bedoel, je kan toch niet zomaar weggaan? Ja, oké, natuurlijk is het moeilijk. Maar je moet beseffen dat je altijd de vrije wil hebt om te doen wat je wil. En vanuit die vrije wil kun je een keuze maken. Ook al lijkt het soms moeilijk. Ja, maar toch is het niet simpel hoor. Nou, wacht. Luister. Ik ga je verhaal vertellen, oké? Nou, barst maar los. Je kent toch Sita? Uit de Ramayana bedoel je? Ja. Die is weggegaan bij Ram, terwijl iedereen dacht dat ze koningin zou worden. Ja, dus? Dat kwam namelijk omdat ze bij demon Ravan was geweest, tegen haar wil in. Maar de hele gemeenschap ging twijfelen aan haar zedelijkheid. Weet je wat ze toen heeft gedaan? Nee. Toen heeft ze ervoor gekozen om een teruggetrokken maar waardig bestaan te leiden in het bos. Aha, dus omdat zij niet wilde leven in een gemeenschap die haar wantrouwde, heeft ze ervoor gekozen om weg te gaan. Ja. Dus als je leeft in een situatie die slecht voor je is, en dat wil je niet, dan kan je ervoor kiezen om eruit te stappen. Ja, precies, dat bedoel ik. In de eerste helft van de jaren 70 kwamen de meeste Hindoestanen naar Nederland, naar Den Haag. Als je dan kijkt naar de positie van de man en de vrouw, dan is het zo dat de vrouw zich hier ontzettend heeft ontplooid, zichzelf heeft ontplooid.
zich probeert te emanciperen, allerlei pogingen daartoe doet. Terwijl die man, de positie die hij in Suriname had als degene die de financiën behartigde, dat is helemaal veranderd. Je ziet vaak dat die man dat niet aan kan. Er ontstaat een stuk verwijdering tussen die twee en dan kan het mogelijk als gevolg hebben dat slaan en noem maar op. Welkom allemaal bij de Dr. Phil Inder Show. Vandaag in de studio heb ik de gast Marita. En Marita die wordt geslagen door haar man. Marita, vertel nou eens, hoe is het allemaal begonnen? Nou ja, het begon eigenlijk heel onschuldig allemaal. Een tikje hier, een tikje daar. Ja, schelden en schreeuwen natuurlijk. Maar het was ook echt een moeilijke tijd, dokter. Dat moet u wel begrijpen, want mijn man stond onder heel veel druk. Ja, dus ja, en dan is het natuurlijk heel begrijpelijk dat je gaat slaan, hè? Ja, maar ik was ook niet de makkelijkste, want... En wat gebeurde er toen? Het bleef zeker niet alleen bij slaan met de blote hand, hè, mevrouwtje? Nee. Ja, hij begon me ook te slaan met de... Met de hanger. Dames en heren, de hanger! Nou ja, Dr. Phil Inder, u begrijpt het echt niet, hè? Nee, natuurlijk begrijp ik het niet. U had het natuurlijk gewoon verdiend. Ja, nee. Nee. Ja, maar ik kan toch niet zomaar weggaan ook? Dames en heren, het begint altijd met die ene klap met de blote hand. En daarna wordt er gegrepen naar iets harders. Bijvoorbeeld de hanger. En hoe het afloopt, dat zal Dr. Phil Inder niet vertellen. Heeft uw man onlangs een gereedschapskist gekocht? Ja. Hoe weet en u dat? En zat daar toevallig zo'n hamer bij? Ja. Meloen! Doe je? Wat doe je? Doe normaal! Je bent gestoord, hè? Echt hoor! Wat doe je? Kap ermee! Dit accepteer ik niet! Ik ga weg. En dit is nou wat ze tegen haar man moet zeggen thuis. Jay Bagua! Je schaamt je ervoor om me goed naar buiten te brengen. Je bent bang om me vernederd te gaan voelen. En je zegt niet makkelijk van ik ben geslagen. Ik heb het wel aangekaart, maar sommige mensen willen niet eens naar luisteren. Toen hij me begon te slaan, dacht ik van, nee, ik kan het toch aan niemand vertellen. Want niemand luistert al naar me. Dus laatst dan dat iemand het zou horen, zou zo'n vierkant voor mijn gezicht uitlachen. Van, wat vertel je me nou? Meer gek geworden of zo. Zo dacht ik dan. Ik was bang dat mijn ouders het verkeerd zou opvatten. Verkeerd vanaf een zin van, hoe moet ik zeggen? Ze zouden zeggen van... Ja, ga van die man weg. Ik wilde niet van hem weg, ik was gek op hem. Misschien daarom dat ik de eerste keer heb geaccepteerd, gewoon die klap. Ik was gewoon gek van hem, ik was verliefd op hem. Ik wilde niet van hem weg. 7 keer heb je die rondjes van de Mado gelopen. Je denkt van ja... ergens de eerste, ik denk hoe idioot het ook klinkt. Bij mijn gedachte was, wie gaat nou met de gescheiden vrouw trouwen? Of wie gaat met een gescheiden vrouw om als ik van hem weg zou gaan? Wie gaat een gescheiden vrouw nemen? En hoe gaat mijn familie op reageren? Je ziet vaak dat wanneer het niet goed gaat hè, binnen het Hindoestaans gezin, dat anderen eromheen proberen de zaak te gaan lijmen. Bij die hele lijmpoging die er wordt gedaan, speelt er iets als schaamtegevoelens een heel belangrijke rol. Je schaamt je natuurlijk van ergens, je bent voor je leven bij het huwelijk aangegaan. En de gemeenschap heeft er moeite mee, schuldgevoelens, schaamte. Het is een schande, weet je wel, voor de rest dat het allemaal stuk gaat. Dus je probeert dan te lijmen. En ik moet zeggen van ja, als het niet gaat, gaat het niet. Er hoeft niet gelijmd te worden.
Denk je dat ouders een andere opvatting hebben over waar de grens ligt? Met bijvoorbeeld het slaan van kinderen of bekritiseren van kinderen? Ik denk dat het meer te maken heeft met hun eigen achtergrond. Hoe zij zijn opgevoed en wat zij van daar hebben meegenomen. De meeste ouders zijn er niet van bewust dat ze met hun keuzes voor dat kind ook het kind kunnen kwetsen. Ja, de jongeren die hebben wat meer te maken met andere culturen, andere opvattingen. En de ouderen zitten nog echt met hoe het vroeger gebeurde. Echt dat slaan en ja, ze weten gewoon beter. Kinderen vinden van, ja, mij moet je niet slaan, want je kan ook beter praten. Maar ouders vinden van, nou, met slaan kan ik het ook doen, want vroeger werd ik ook geslagen. Het is tijd voor de volgende stelling. Hindoestaanse ouders vinden dat het slaan met de riem in sommige gevallen normaal is. Maar liefst de helft van de jongeren is het hiermee eens. Ik zat op de Mulo-school in Suriname en ik kwam met een slecht rapport thuis. Ik ben niet overgegaan. Nou, mijn vader die heeft de riem gepakt en hij heeft me ook in elkaar geslagen. En ik moet zeggen, als ik nu kijk hoe ik mijn kinderen heb opgevoed, dan zeg ik zonder die riem. Ik heb ervan geleerd dat dat het probleem niet oplost. Deze of deze? Nou, weet je wat? Ik doe een bretelsalon. Het moment dat je een bepaalde situatie ziet, dat roept gelijk angst op. En terwijl het niet reëel is. Hè, het kan iets heel anders zijn of mensen kunnen een andere bedoeling hebben. Maar omdat jij in je jeugd van een bepaalde situatie altijd angstig bent geweest en een dergelijk iets doet zich voor, zonder dat het ernstige gevolgen heeft, maar jij vertaalt het in angst. Ik denk dat het gewoon aan jou ligt, dat je heel weinig aandacht krijgt. Je voelt je, ja, die pijn is niet te beschrijven, het is net of je voelt je alleen gelaten. Want waar je juist op hebt gebouwd, die laat je gewoon in de steek, zo voelt het. Die laat je gewoon vallen. Ik kon niks eigenlijk doen, machteloos, je staat er machteloos voor. Ja, je kan wel gaan schreeuwen, diep van binnen schreeuwde ik enorm. Maar ik kan ook niet buiten schreeuwen. En dan denken mensen gelijk dat je gek bent geworden. Dus van diep inwendig in je zit je gewoon te gillen als gek. Schreeuwt om losgelaten te worden, om liefde en respect te hebben. Daar schreeuw je eigenlijk om en aandacht te krijgen. Waarom ik? Dat is de eerste vraag die ik stel, waarom ik, wat heb ik hem misdaan, dat ik zoiets verdien. Is er iets mis met mij misschien? Veel mensen hebben te maken met huiselijk geweld. Wie, dat weet je niet. Je wordt niet als slachtoffer of als dader geboren. Geweld sluit meestal langzaam een relatie binnen. Wanneer en hoe dat precies begon, is meestal moeilijk aan te geven. De geweldpleger belooft alsmaar beterschap. En er zijn periodes waarin de relatie goed lijkt. Het slachtoffer krijgt hierdoor hoop. Hoop dat het geweld zal stoppen. Want op een uitbarsting van geweld volgt meestal de belofte dat het nooit meer zal gebeuren. Maar vaak gebeurt het weer en weer en weer. Deze cyclus van geweld noemen we de geweldspiraal. En het was zo erg dat ik op de duur dacht ik kon niet meer. Had ik gewoon maatschappelijk werk gezocht. En tegen hem heb ik wel verteld dat ik klappen kreeg. En hij zei tegen mij, ga als een schuldenmieter het huis uit. Ik heb om eerlijk gezegd 1,5 jaar niet gewacht. Heel stom van me. Je verwacht
dat het goed komt, maar de realiteit is dat het nooit goed komt eigenlijk. Het werd gewoon erger en erger. En dat besefte ik toen hij me wekelijks begon te slaan. Dus gewoon echt bijna elke dag. En dan stomste dingen, ruzies zocht en 's ochtends vroeg wegging, 's avonds laat thuis kwam. En als ik vroeg waar hij was geweest, ja, je weet waar ik was geweest. En dan kreeg hij die klap en dacht ik van oké, dan... En je kind zit daar te huilen. Dan denk je van, en ze ziet alles. Dan dacht ik van, het gaat niet meer zo. De volgende dag bekende hij ook dat hij een ander had. Toen had ik zoiets van, het was eigenlijk echt een druppel. Als je kijkt bijvoorbeeld ook naar een vrij recent onderzoek in Den Haag, dan zie je dat jongere Hindoestaanse vrouwen het ook bijzonder moeilijk hebben. Dat het niet zo is dat ze het zoveel makkelijker dan hun moeder hebben of iets dergelijks. Nee, zij ervaren met hun man ook problemen. Zij moeten ook die strijd aangaan. Zij moeten dingen afdwingen die misschien die oudere generatie niet kan afdwingen. Want die, laat ik zeggen, die hebben veel meer geaccepteerd. Die drempel lag veel hoger. Maar de jongere generatie, die zoekt oplossingen. Ik heb mijn familielid opgebeld. Met hun ben ik naar het politiebureau geweest. Heb een aangifte laten doen. En de politie vond niet verstandig om naar huis te keren. Vandaar dat ik dezelfde nacht in een blijf van mijn lijfhuis in de andere kant van het land werd gezet. De eerste dagen daar zo'n blijf van mijn lijfhuis is best wel zwaar. Je denkt gewoon om terug te gaan. Maar als je achterop beseft dat het... of er moest kiezen tussen die klappen en het... hele gebeuren wat mijn kind moest meemaken. Dan had ik toch liever voor het blijven van mijn lijfhuis gekozen. Want daar wist ik dat wij twee, ik en mijn baby's, gewoon veilig zaten. Jij hebt de keuzes in je handen. Of je kiest voor je toekomst of je leven in ellende. Die keuzes moet je zelf maar maken. Ik weet dat ik van hem weggaan was de beste keuze wat ik kon doen. U heeft nog niet gekozen. Ik herhaal, u heeft nu 2 keuzemogelijkheden. Kies een. 1. Om in deze situatie te blijven. Kies een. 2. Om weg te gaan. Get up, stand up. Stand up for your right. Huiselijk geweld is niet normaal. Je hoeft het niet te accepteren of te tolereren. Maar de wil om er een einde aan te maken moet toch echt van jou zelf komen. En als je eenmaal besloten hebt om het niet meer te accepteren, dan zijn er een heleboel instanties of personen die jou verder kunnen helpen. Ga bijvoorbeeld naar de website www.huiselijkgeweld.nl of bel anders het nummer hieronder. En als het allemaal te snel gaat, dan surf je naar www.chatney.nl. Meer informatie over de programma's van OHM vind je op www.ohmnet.nl. Omani, het portaalblad van